Tot Groningen en niet verder.
Onze gezamenlijke vijand, de bisschop, of beter het meester van Münster, zogenaamd een man van God, was genaderd tot onze stadspoorten. Ja, zijn verdediging was subliem, zijn geschut befaamd en zijn soldaten talrijk. Echter, de sterke stad Groningen wordt bewoond door het meest standvastige volk dat de Republiek Rijk is. Wij waren niet bereid om de schoonstad op te geven. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en daarmee was de overwinning voor ons onafwendbaar. Wij hebben gevochten tot de laatste soldaat, tot de laatste student, tot de laatste vrouw en kind. Als vele twijfelende samen maakten we onbreekbaar bestand dat niet als sprokkelhout uiteenwaaide en staken we als één beweging de handen uit de mouwen. Gelijk door luitenant-generaal van Ravenhout, een militair genie die zich twee malen bewezen heeft, en we hadden vertrouwen en vrezen niet wat tonen. En met succes. Vanochtend is de vijand in alle stilte afgedroken. En zie hier, zojuist komen we bij de laatste bom die disparteren van ons afval. De laatste uit een serie van meer dan 20.000 stuks die onze stad en haar bevolking zo lang heeft getijden. Dit symbool van over een uitgestorte dode gezet zal vandaag de hele dag aan de bevolking van Groningen worden betoond. De liefste verdediging van de stad. Van nu de salvo afgevuurd worden door de musketier. Door deze musketier. Maar gereed. Wij hebben gestreden om het bevel van luitenant-generaal van der Raad af te doen. Het was verre van licht, maar samen hebben wij Groningers. Hebben de Groningen stad in Ommeland veiliggesteld met een glansrijke overwinning op de horden. Bruno's beste vervuiling. Wij gunden hen het licht, de onderlucht in het long. Wij hebben de vijand de huid van de ruggen gestroopt en hun tanden en benen tot neel gedreven. Zeg het voor, wij vieren het. Groningen constant, behoud van het land. Wil ik u nu zoeken uw oren in te doen? Doe me blij en die mensen daar, je mag blijven staan, maar ik blijf staan, maar ik kan het kruis vrienden. Ja. Left, and...